Voorzitter, dank u wel. En ik spreek hier vanavond mede namens de fractie Frentrop. Voorzitter, ik wil u meenemen in de toekomst. Het is 1 september 2023. Op de televisie worden beelden getoond van volle ziekenhuizen met mensen die met hoge koorts en ademnood zijn binnengekomen. Het OMT is in spoedzetting bijeengekomen en heeft het kabinet geïnformeerd over een lichte stijging van het aantal sterfgevallen, over een vermoedelijke griepvariant die vrij hardnekkig lijkt te zijn en over een trend die vooralsnog valt te vergelijken met een beginnende griepepidemie, maar met een verder onbekend karakter. De ministerraad is verdeeld over de te nemen acties, maar de minister van VWS komt eigenstandig direct in actie en neemt het zekere voor het onzekere. Hij deelt in een extra persconferentie samen met de minister-president, deelt hij mee dat het land zich schrap moet zetten voor een onbekend, gevaarlijk en potentieel dodelijk griepvirus en dat er per direct de volgende maatregelen worden genomen. Een directe lockdown van het publieke leven, inclusief een avondklok vanaf 21:00 uur. Verplichte mondkapjes buitenshuis op alle openbare plekken, zowel binnen als buiten. Sluiting van scholen, musea, horeca, evenementen en een thuiswerkplicht. Een in- en uitreisverbod voor heel Nederland, inclusief de sluiting van alle luchthavens en zeehavens. Een testverplichting voor iedereen die volgens de verplichte corona-app langer dan 1 minuut binnen 1,5 meter van een potentieel besmet persoon is geweest. De politie krijgt controlebevoegdheid voor handhaving, inclusief gevangenisstraf via snelrecht voor een ieder die deze maatregelen niet respecteert. De QR-app wordt verplicht om te kunnen deelnemen aan de gehele samenleving. En het parlement, net terug van reces, reageert onthutst op deze persconferentie, maar is niet in staat tot interventie. Omdat de minister zich beroept op de gezondheidsrichtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie en op het noodrecht in de gewijzigde wet publieke gezondheid. Het volk komt in opstand, maar wordt massaal beboet en berecht. De gevangenissen stromen vol, het publieke leven wordt totaal ontwricht en we kunnen er niets aan doen. Voorzitter, we staan vandaag in dit parlement op het punt om een historische vergissing te begaan die zijn weerga niet kent. De eerste wijziging van de wet publieke gezondheid is namelijk de opmaat naar een totalitaire staat waarbij de minister van VWS een onbeperkte macht krijgt toegedicht die effectief niet onder parlementaire controle staat. Bovendien maken toekomstige verdere wijzigingen van deze wet en inmiddels vastgelegde afspraken met de EU het in dezelfde lijn op korte termijn mogelijk dat deze onbeperkte macht zelfs legitiem wordt doorgedelegeerd aan een niet-democratisch gekozen orgaan, de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze krijgt daarmee een ongekende macht waardoor de soevereiniteit van Nederland ernstig verder zal worden ondermijnd. En hiermee overtreft de wijziging van de WPG de tijdelijke spoedwet die door deze Kamer vorig jaar nog werd afgeschoten. Hoe zijn we in hemelsnaam in deze situatie beland? Wat is het doel van deze onnodige wetswijziging als we het vandaag hebben over permanente invoering van zeer ingrijpende, grondrechtbeperkende maatregelen die vrijwel allemaal aantoonbaar nauwelijks tot geen effect hebben op de volksgezondheid van de burgers? Wat is hier de achterliggende agenda? Voorzitter, daarvoor moeten we terugkijken naar de afgelopen periode waarin de wereld in een ijzeren greep werd gehouden door een uit een laboratorium ontsnapt en kunstmatig extra besmettelijk gecreëerd virus. De maatregelen die hierop volgden waren ongekend en disproportioneel zwaar, waardoor de gehele wereldeconomie tot stilstand kwam. En waar hadden we het over? Het ging hier om een virus waarbij al snel bleek dat het wereldwijde sterftepercentage 0,15% bedroeg en niet de eerder gehanteerde of verwachte 5%. Desondanks werd het virus een zware zogenaamde A-status toegedicht die het heden ten dagen nog steeds heeft. De A1-status die in de wetswijziging wordt voorgesteld maakt het voor een overheid mogelijk om speciale maatregelen te nemen om deze ziekte te bestrijden, waaronder zaken als afstand houden, hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, het sluiten van publieke plaatsen en evenementen en een test- en quarantaineplicht. En hebben deze maatregelen tot dusver gewerkt?
Zelfs de wetenschappelijke raad wil geen oordeel vellen over de wetenschappelijke basis voor de maatregelen die in de wet worden opgenomen. We hebben de minister veel vragen gesteld over de effectiviteit van de maatregelen, waarbij de antwoorden ons dermate teleurstelden dat die zelfs als een affront kunnen worden opgevat, ondanks alle enorme inspanning die is geleverd om die vragen te beantwoorden. Waarvoor dank overigens. Volgens de minister worden afzonderlijke maatregelen niet tot nauwelijks geëvalueerd omdat dit lastig te onderzoeken zou zijn en omdat ze enkel en alleen in samenhang bekeken kunnen worden. Dit onzinargument, met alle respect, waarmee alle gecombineerde maatregelen goed gepraat worden, wordt onderuitgehaald door recente gegevens en studies over de verschillende maatregelen zijn gehouden, waaruit een heel ander beeld naar voren komt. Namelijk, vrijwel geen enkele coronamaatregel heeft nut gehad in het bestrijden van de pandemie, maar zorgde wel voor grote economische, psychologische en maatschappelijke schade en een sterke toename aan ongelijkheid, armoede en gezondheidsproblemen. In het toetsingskader van dit wetsvoorstel is maatschappelijke schade bovendien niet opgenomen. De maatregelen hadden een nauwelijks meetbaar effect op volksgezondheid, maar zorgden wel voor een explosief gestegen aantal jongeren met psychische problemen, gevoelens van eenzaamheid en zelfmoordgedachten. De maatregelen zorgden vanwege de medische discriminatie daarnaast voor een ongehoorde tweedeling en polarisatie in de maatschappij, waardoor families en vriendengroepen permanent uit elkaar werden gedreven. Vaccinatie zou volgens de huidige WPG de enige oplossing zijn, maar coronavaccins hebben in het beste geval voor een zeer beperkte groep slechts kortstondig gewerkt en werkten niet tegen besmetting en overdracht. Wel zijn er steeds meer aanwijzingen van ernstige en dodelijke bijwerkingen van de vaccins. In de wet staat dat er een vaccinatieprogramma wordt vastgesteld, maar andere medicijnen en middelen worden echter niet genoemd als mogelijke strategie voor remedie. Mondkapjes werden opgedrongen aan de wereld door public health functionarissen geleerd aan het WEF, de Wellcome Trust en de Bill & Melinda Gates Foundation. Niet omdat ze zouden werken, dat doen ze namelijk niet en dat wist men ook, maar vanwege het afdwingen van solidariteit. De wetenschap werd bewerkt om hun negatieve mening over het gebruik van mondkapjes aan te passen naar een positief advies omdat ze het meest zichtbare onderdeel waren van gewenst gedrag. En Nederland blijft ondanks deze aantoonbare niet-werkzaamheid vasthouden aan een mondkapjesplicht en deze is nog steeds als instrument opgenomen in de pandemiewet, omdat, ik citeer, mondkapjes een functie kunnen hebben in de bestrijding van respiratoire virussen. Einde citaat. Zo zouden deskundigen met een juridische, epidemiologische of virologische achtergrond hebben gezegd, volgens de minister. PCR-testen kunnen geen besmettelijkheid aantonen voor grote groepen mensen zonder symptomen. En in deze groep bleek 90% van de PCR-testen false positief te zijn. Ik heb nog twee punten in de opsomming, voorzitter, als u mij toestaat. Het PCR-testbeleid was frauduleus en onwetenschappelijk en de wetenschap wist dit. Het kostte 5 miljard en het werkte niet, maar toch was dit de basis voor het instellen van alle ingrijpende maatregelen. En de COVID-injectie is niet veilig vanwege de vele gebleken ernstige bijwerkingen, aandoeningen of sterfte als gevolg van myocarditis, turbokankers, bloedstolsels, verlammingen door verstopte bloedvaten in de hersenen, immunologische schade, neurologische schade, menstruatieproblemen en problemen met de voortplantingsorganen. Kortom, baat het niet, dan schaadt het wel. Mevrouw de Bruin-Wezeman. Ja, dank u, voorzitter. Ik zit even na te denken hoe ik hierop moet reageren. Eerst, ik hoor meneer Dessing praten over nog steeds geldende mondkapjesplicht. Nou, ik kijk hier om me heen, maar volgens mij zie ik echt niemand met een mondkapje. Dus waar ik dat vandaan had, weet ik niet. Verder heb ik ook geluisterd naar inderdaad een verhaal over de toekomst, wat heel erg aan uw fantasie ontsproten is. Sorry, ik kan er geen andere duiding aan geven. Maar ik wil u eigenlijk graag even meenemen in het verleden. En namelijk in mijn wereld, in mijn werkelijkheid, die er waarschijnlijk heel anders uitziet dan die van u. Ik woon zelf in het centrum, zeg maar, van waar de coronapandemie is uitgebroken. Noordoost-Brabant, in het, zeg maar, het oog van de storm.
Ik sprak onlangs nog een aantal medewerkers van het ziekenhuis daar, ziekenhuis Bernhoven, die als allereerste in de frontlinie stonden om een enorme stroom aan corona, ernstig zieke coronapatiënten op te vangen. Dit ziekenhuis had geen afdeling met coronapatiënten. Dit hele ziekenhuis lag vol met coronapatiënten. Ik heb de tenten ervoor gezien. Ik ken mensen die doodziek daar zijn afgeleverd. Die inderdaad gewoon dagenlang later ergens in een ziekenhuis in Noord-Nederland teruggevonden zijn. Omdat het gewoon op dat moment gewoon de enige plek was waar deze doodzieke mensen nog opgenomen konden worden. Ik sprak afgelopen week nog een familie die in die eerste week van de corona-uitbraak een verjaardagsfeestje had gehouden. Waarvan vier mensen in één week aan corona zijn overleden. Ik ga een vraag kunt u naar mijn vraag toewerken? Ja, ik werk naar mijn vraag toe. Meneer Dessing, dit is mijn werkelijkheid. Ik heb hier middenin gestaan. Ik heb dagenlang kerkklokken horen luiden van de ene begrafenis naar de ander. Waar was u toen? En onder welke steen heeft u gelegen om inderdaad met het verhaal te komen dat corona in feite gewoon een griepje was en dat het allemaal zo erg niet was en dat het helemaal niet nodig was om welke maatregel dan ook te treffen? Wat had u aan uw kiezer verteld als u zegt van nou, we hebben helemaal geen maatregelen genomen, we laten deze pandemie gewoon lekker maar doorwoekeren en we zien wel waar het schip strandt? Wat was dan uw antwoord geweest als politieke vertegenwoordiger naar uw achterban? De heer Dessing. Dat zijn een heleboel vragen tegelijk, voorzitter. Laat ik beginnen om te zeggen dat ik niet het woord in de mond heb genomen dat wij een mondkapjesverplichting nu nog zouden hebben. Ik heb gezegd dat het instrument van een mondkapje nog steeds in dit voorgestelde wetswijziging zit. Laat ik daarmee beginnen. Volgens mij, om op uw laatste punt te antwoorden, heb ik niet onder een steen gelegen de laatste paar jaar. Integendeel. Ik denk dat wij met elkaar allemaal behoorlijk wakker zijn geworden en dat wij hebben gezien wat er zich allemaal heeft afgespeeld. En als de emotionele kaart wordt getrokken door de VVD om te praten over alle verschrikkingen, dan is dat uw goed recht om dat te doen, zeg ik via de voorzitter. Maar laat dan gezegd zijn dat al die mensen die op dit moment en in de toekomst evenveel schade hebben door de enorme schade die de vaccinatie hebben toegebracht. Ik heb net zoveel compassie met die mensen als dat ik compassie heb met de slachtoffers die de coronapandemie hebben, zoals als je dat een pandemie wil noemen, die hebben veroorzaakt. En ik ontken niet dat er een sterk virus is geweest wat inderdaad een effect heeft gehad. Maar laten we niet de emotionele kaart trekken, laten we kijken naar dit wetsvoorstel en daar op pure inhoudelijke gronden naar kijken hoe we dit kunnen voorkomen. En dan zou ik eigenlijk de wedervraag aan de VVD willen stellen van als je dan zo nodig een strikte wet wil om allerlei zaken te regelen, dan is het toch op zijn minst dat je moet kijken van zijn de maatregelen die in dit wetsvoorstel zitten überhaupt wel proportioneel en zijn ze überhaupt wel werkend? Want anders ga je toch niet iets optuigen waarvan je nog niet eens zeker weet of het überhaupt effect heeft. Het is niet zo dat u een wedervraag kunt stellen, maar mevrouw De Bruin kan wel een vervolgvraag aan u stellen. Mevrouw De Bruin. Voorzitter, ik constateer dat mijn vraag niet beantwoord is van hoe meneer Dessing als overheid helemaal geen maatregelen had genomen. Want hij verwijt de overheid allerlei maatregelen die alleen maar nadelig effect hebben gehad, in plaats van ook te kijken naar wat de maatregelen eventueel wel hebben kunnen betekenen voor het beheersen van de uitbraak van infectieziekten. Dus die vraag heeft hij niet beantwoord op hoe hij zich dan zou daartegen verweren dat mensen zeggen van waarom heeft u geen maatregelen genomen. Het is ook een grond, ook in de grondwet geregeld dat de overheid de volksgezondheid moet beschermen. Die vraag heeft hij niet beantwoord. Dus ik wil graag daar nog een antwoord op, voorzitter. Voorzitter, daar geef ik graag een antwoord op. En dat klopt inderdaad dat ik die vraag nog niet beantwoord heb. Laat ik dan heel simpel zeggen, in Zweden zijn bijna geen enkele maatregel genomen. En daar is uiteindelijk de mortaliteit en de cijfers zijn gelijkmatig aan alle landen die wel zeer stringente en enorme effecten met enorme maatregelen hebben genomen. Dus het wordt steeds meer duidelijk dat niet werkende maatregelen alleen maar, zeg maar, een verwoesting op de maatschappij tot veroorzaak hebben gehad. En dat dat niet heeft geholpen, want dat is alleen maar terugkijken in what if. Er komt steeds meer naar buiten dat wat dat betreft de maatregelen nauwelijks tot geen effect hebben gehad. En laten we ons allemaal voorkomen dat we dit nog een keer laten gebeuren in deze eerste wetwijziging WPG. Tot slot, mevrouw De Bruin. Voorzitter, de Zweden zijn wel maatregelen genomen, alleen heeft men daar heel erg een beroep gedaan op het verantwoordelijkheid van de burgers. En die hebben zich daar ook heel erg naar gedragen. Dat was ook de eerste insteek van het kabinet hier in Nederland. Alleen hebben we helaas moeten constateren dat het voor burgers echt moeilijk was om inderdaad
de maatregelen na te streven. Daarvoor zijn er aanvullende maatregelen getroffen. Maar ik bestrijd dat er in Zweden helemaal geen maatregelen getroffen zijn. De heer Verkerk. Voorzitter, misschien mag ik even de wetenschappelijke kaart trekken. De heer Dessing heeft het een en ander gezegd over de meetmethode, de PCR. En die heeft gezegd dat dat een frauduleuze, slechte methode was. Ik wou u de vraag stellen of u weet wat een Cochrane review is. De heer Dessing. Nou, ik ben geen viroloog en dat weet ik niet. Maar dat zal de heer Verkerk ongetwijfeld zelf wel weten. Maar ik heb als Eemans fractie heb ik mij zoveel mogelijk verdiept in al deze facetten van deze wet. En u kunt daar van alles bij halen waar ik ongetwijfeld geen antwoord op weet. De heer Verkerk. Nou, ik kan u verzekeren dat ik ook geen viroloog ben, maar ik weet wel wat een Cochrane review is. Dat is namelijk een metastudie over bepaalde, in dit geval bepaalde meetmethoden of bepaalde ziektes. En het Cochrane review zegt dat de specificiteit en de sensitiviteit van de PCR-methode heel hoog is. En dat betekent dat wat u daarvan zegt gewoonweg op geen enkele manier klopt. En dat vind ik gewoon postpolitiek, want u accepteert niet wat de werkelijkheid hier van de wetenschap is en wat ook onbediscussieerd is binnen de wetenschap. Voorzitter, in dit kader moet ik zeggen dat één bepaalde vraag mij uit de vele vragen die u gesteld heeft mij opviel. Dat was namelijk vraag F13 uit het nadere voorlopig verslag. U kent die vraag, neem ik aan. Ik heb ze allemaal door mijn vingers heen laten komen. Ja. Maar of ik ze allemaal zo kan reproduceren. Ik kan toch even ook voor de andere even herhalen. U stelt de vraag, hoe zouden politieke partijen tegenspraak kunnen organiseren in de eigen organisatie? Nou, ik vind dat een heel belangrijk punt. Want als een politieke partij niet weet wat de status van de PCR-test is en er keihard tegenin gaat, dan is het nodig dat er echt tegenspraak georganiseerd wordt in die politieke partij. En voorzitter, misschien mag ik toch wel even deze vraag toch even via u aan de minister stellen, dat de minister heeft deze vraag niet beantwoord. En ik vond de argumentatie heel goed, maar misschien zou hij toch de heer Dessing kunnen helpen hoe dat kan gebeuren, zodat de heer Dessing dat in zijn eigen partij kan organiseren. Ik dank u wel. Dat wordt nu iets te ingewikkeld. U kunt niet in een interruptie van de heer Dessing een vraag bij de minister neerleggen. En de minister gaat er ook zeker op dit moment niet op antwoorden wat mij betreft. Ik geef het woord weer aan de heer Dessing. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, over de effectiviteit van de PCR-test en over de CT-waarde hebben we ook een enorm aantal vragen gesteld. Dus laten we dat debat nu niet aangaan. Maar daar wil ik graag op een apart moment nog een keer op terugkomen. Maar wat dat betreft laat ik voor mijn eigen woorden staan dat de effectiviteit van de PCR-testen, waar notabene al het beleid op gebaseerd is, en het aantal cycli wat werd gebruikt om de gevonden virus of de gevonden virusdeeltjes eventueel te vermeerderen, dat die zeer discutabel zijn en dat daar alles, van alles over te zeggen valt. Dus dat er een hele grote false positive bijdrage is, dat kan ook de heer Verkerk niet ontkennen. Tot slot, meneer Verkerk. Voorzitter, dat ontken ik wel. En dat is gewoon op basis van het Cochrane review wat ik heb genoemd. Ik heb inderdaad gezien dat u veel vragen heeft gesteld over de CT-waarde. En in het laatste verslag wel 49. Nou, ik vind het heel bijzonder als u zoveel vragen stelt over een techniek die irrelevant is. Want het gaat hier niet over corona. Het gaat over welke epidemische ziekte dan ook. Dit is heel specifiek voor de PCR-test. Wat doet u? U stelt heel veel vragen en vervolgens klaagt u dat u veel antwoorden moet lezen. Nou, dat begrijp ik niet. Ik dank u wel. De heer Verkerk stelde in ieder geval geen vraag. Nou, ik vind dat een goedkope opmerking. Ik distancieer me daarvan en ik ga verder met mijn toog als u het goed vindt. Hoe kan de minister toetsen aan proportie? Excuus. Ik vraag u om niet op die manier deel te nemen aan het debat. Staat u vrij om weg te gaan en anders schors ik als u daarmee doorgaat. De heer Dessing. Voorzitter, dank u wel. Ik was gebleven bij kortom, baat het niet, dan schaadt het wel. Kijkend naar deze opsomming van niet werkende en of niet geteste maatregelen en middelen, lijkt het er sterk op dat er een onderliggende agenda bestaat om deze in stand te houden. En hierbij lijkt het of het in stand houden van niet werkende maatregelen en middelen, zoals digitale coronapaspoorten, als totalitair controlemiddel dienen. En dat het in stand houden van niet werkende commerciële producten, zoals vaccins, mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen, PCR-testen, daarnaast tevens een onderliggend commercieel belang dienen. Voorzitter,
Daarnaast werd al net gememoreerd, hebben wij een grote reeks vragen gesteld om helder te krijgen wat de onderliggende motivatie is voor de verschillende onderdelen van deze wetswijziging. En hieruit volgt toch een wat ontluisterend beeld. Volgens de aangenomen EU-verordening 2022-2371, genaamd ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbeperkingen, wordt het door deze wetswijziging mogelijk, let wel, om klimaatlockdowns in te stellen. In artikel 2, lid 1c van dit verdrag staat namelijk letterlijk: deze verordening is van toepassing op volksgezondheidsmaatregelen ten aanzien van de volgende categorieën van ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen, waaronder, ik citeer, bedreigingen van ecologische oorsprong, onder meer die als gevolg van het klimaat. Einde citaat. In combinatie met een ruim mandaat van de minister in de voorliggende wetswijziging kan er straks in een handomdraai onder het mom van volksgezondheid dus een onbeperkte klimaatlockdown worden afgeroepen. Economische schadecompensatie is bij een toekomstige crisis niet gegarandeerd, waardoor het MKB klappen. De regering ziet dit als regulier bedrijfsrisico en laat het MKB hiermee dus keihard vallen. De rechtsbescherming van burgers is in de wetswijziging zelf onvoldoende geregeld. Bij klachten, ik vat het even kort samen, moeten burgers en andere benadeelden maar naar de rechter, zo lezen wij. De denktank desinformatie heeft een kwalijke rol gespeeld in de richting van burgers en experts met onwelgevallige meningen. De leden van de denktank doen dit op eigen titel vanuit hun expertise, zijn hier niet op aan te spreken en staan ook niet onder onafhankelijke controle over hun meningen en consequenties van handelen. De inzet van de maatregelen van de afgelopen jaren staat niet ter discussie, ondanks dat de maatregelen nog niet zijn geëvalueerd. Daarnaast is er ook consensus binnen het WHO dat genomen maatregelen effectief zijn. Waar baseert het WHO deze consensus op? Zo vraag ik de minister. Hoe zorgt de regering ervoor dat de via expliciete evaluatie tot stand gekomen ervaringen tijdens de recente pandemie worden meegenomen in beleid en voorliggende wetgeving bij eventuele toekomstige crisis? Want dat is een vraag die nog niet was beantwoord in de grote set. Zo vraag ik de minister. Voorzitter. De conclusie die we hieruit moeten trekken is dat deze wetswijziging een reeks van verstrekkende consequenties heeft die nauwelijks zijn te overzien. De genomen maatregelen werkten niet of hadden zelfs een schadelijk neveneffect. En toch gaan we al deze maatregelen opnemen in deze wetswijziging. Sterker nog, we geven de minister een mandaat om door middel van ministeriële regelingen nieuwe maatregelen in te stellen die niet door dit parlement te controleren zijn, zodat dezelfde fouten opnieuw gemaakt kunnen worden. Hebben we dan niet geleerd van de fouten uit het verleden? Nee, want er liggen twee kritische rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waar niets mee wordt gedaan en de coronamaatregelen zijn nog niet geëvalueerd. Deze regering volhardt in het implementeren van maatregelen in deze wetswijziging die niet effectief waren en die straks snel en gemakkelijk uit de kast gehaald kunnen worden door deze minister. Wij geven hiermee deze en iedere toekomstige minister een gereedschapskist met een onbeperkt wapenarsenaal om met kanonnen op een mug te kunnen schieten. Waarom niet eerst het onderzoek naar de COVID-maatregelen afwachten, alvorens daar lering uit te trekken? Zo vraag ik de minister. Welke lering heeft die minister wel getrokken uit de afgelopen periode? Zo is mijn vervolgvraag. Terwijl wij, als we terugkijken op de coronaperiode, kunnen stellen dat er een opeenstapeling van grove fouten zijn begaan. Grote groepen in de samenleving zijn buitenspel gezet door de discriminerende maatregelen. Gerenommeerde artsen en wetenschappers die een andere kijk op de zaak hadden, zijn verketterd, uit hun ambt gezet, onder druk gezet en bij voorbaat niet serieus genomen. Een denktank desinformatie heeft een discutabele rol gespeeld bij het buitenspel zetten van andersdenkenden om zodoende gewenst gedrag af te kunnen dwingen, zoals gedicteerd door de minister. Er was beïnvloeding van het OMT vanuit het kabinet om een groter maatschappelijk draagvlak te creëren voor invoering van de maatregelen. De experimentele vaccinaties werden gepresenteerd als de enige oplossing uit deze situatie, zonder dat de lange termijn effecten bekend waren en waarbij gebruik van een middel als ivermectine werd weggezet als gevaarlijk en beleidsondermijnend. En artsen die dit middel voorschreven werden op non-actief gezet, waarbij de vorige minister van VWS zelfs opperde om deze artsen
ik citeer, excusez le mot, op hun vestje te spugen en ze hun BIG-registratie af te nemen. Einde citaat. Dit alles gezegd hebbende, lijkt er slechts één conclusie mogelijk. Dit kabinet presenteert hier een wetswijziging die het opnieuw maken van fouten faciliteert en vastlegt in de wet. De minister krijgt verregaande bevoegdheden zonder effectieve controle van het parlement, terwijl de controlerende rol van het parlement een hele wezenlijke is. De heer Van der Voort. Ja, voorzitter. Voordat de kijkers en de deelnemers aan dit debat denken dat het waarheid is wat de heer Dessing zegt, in het verlengde van wat de heer Verkerk noemde, is de heer Dessing ook bewust van het feit dat er meerdere goede studies zijn gedaan naar het effect van ivermectine en dat die geen van alle enig effect laten zien? De heer Dessing. Volgens mij zijn er heel veel studies die ook wel degelijk het effect van ivermectine laten zien. Maar mijn punt was namelijk dat het hier ging om het feit dat ivermectine werd weggezet als iets wat niet gebruikt mocht worden. Dat is mijn punt. Heer Van der Voort. Ja, precies. Er zijn geen studies die goed opgezet zijn en effect van ivermectine laten zien. En het is inderdaad op grond daarvan terecht dat het niet gebruikt mag worden. Ik hoor geen vraag, voorzitter. De heer Koer. Ja, dan toch als laatste. Het is moeilijk interruperen, want u stelt een aantal vragen die heel terecht zijn. Maar vervolgens wordt er een beeld geschetst alsof de minister alle macht naar zich toe trekt en de Kamer geen enkele controle enzovoort. En dan wil ik toch een herinnering brengen. Bijvoorbeeld dat we hier over, nou ja, wat collega Nicolai zei, een drietrapsraket hebben. Dus als we het hebben over ecologische rampen, ja, dat is geen ziekte. Dus dat kan niet gepromoveerd worden naar A1. En alleen bij A1 kan je collectieve maatregelen. Die collectieve maatregelen, die moeten allemaal vooraf ook door het parlement worden goedgekeurd. Met uitzondering van hoge spoed. En dan moet het binnen 24 uur bij de Tweede Kamer liggen. Dus ik snap niet waarin u die dictatoriale macht van de minister leest. De Dessing. Nou, voorzitter, dat komt omdat met name de noodbevoegdheid die de minister krijgt eigenlijk een onbeperkt is. En dat alles daaronder weggeschreven kan worden. Ook het feit dat als er geen termijn wordt opgelegd aan maatregelen, dat er dan ook geen enkele inmenging van het parlement meer mogelijk is. Daar baseer ik mijn uitspraak op. De heer Koer. Voorzitter, het parlement is altijd binnen de kortste, nogmaals, eigenlijk altijd vooraf. Maar op het moment dat er echt geen andere mogelijkheid is, binnen 24 uur, dan kan je toch niet zeggen, die minister trekt alles naar zich toe. De heer Dessing. Ik kom straks, heb ik nog een blokje over die parlementaire controle en hoe ik daartegen aankijk. Dus misschien dat u uw vraag eventueel, als u die daarna nog heeft, voor dat moment kunt bewaren. Zijn wij als kritische wetgevingscontroleurs immers ook niet degene die wijzen op de kanarie in de kolenmijn? Toetsen wij niet of die kanarie in dat systeem een gereden kans tot overleven heeft? Is dit niet een wezenlijke functie die in iedere wet ingebouwd zou moeten zijn en die ontbreekt bij deze wetswijziging? Hoe ziet de minister dat? Want wat gebeurt er als wij deze wetswijziging nu aanvaarden? Dan kunnen er volgende week, indien de minister dit nodig acht, van de ene op de andere dag de zeer ingrijpende maatregelen worden ingevoerd zoals ik die omschreef in het scenario dat ik bij mijn inleiding beschreef, namelijk de 1,5 meter afstand. Mondkapjesplicht, het afroepen van de onbeperkte lockdown, sluiting van de scholen, horeca, evenementen, bedrijven, winkels, de in- en uitreisbeperking, verplichte quarantainemaatregelen naar willekeur, controle van huis en haard, de testverplichting, het instellen van een QR-samenleving waarbij een groot deel van de bevolking uitgesloten wordt van de maatschappij en last but not least een klimaatlockdown. Bovendien, en daar komt-ie, hebben wij hier als parlement dan geen effectieve controle meer over, omdat er slechts achteraf, binnen 8 dagen, over het instellen van deze maatregelen mag worden gesproken in dit parlement, mits hier, voor zover ik goed ben geïnformeerd, een 2/3 meerderheid voor is. En over maatregelen zonder opgelegde tijdslimiet mag zelfs helemaal niet worden gesproken. Voorzitter, dit alles overwegende kan maar tot één conclusie leiden. Deze wetswijziging is disproportioneel, ongrondwettelijk, discriminerend en kan leiden tot totale ontregeling van de maatschappij, enorme maatschappelijke schade en onrust. En bovendien geven we de minister een onbeperkt mandaat om niet geëvalueerde maatregelen opnieuw en naar eigen believen in te zetten. Hiermee lijkt deze wetswijziging alle trekken van een totalitaire, dictatoriale wet in zich te hebben. En als lid van dit parlement wil ik mij hier principieel tegen verzetten en roep ik ieder lid van onze Eerste Kamer op
om hetzelfde te doen. Daarom vraag ik bij hoge uitzondering bij deze om een hoofdelijke stemming over dit wetswijziging aan. Ik heb dat de heer Otten net ook al horen zeggen, was me net voor, maar ik sluit me daar heel graag bij aan. Laten wij de grondrechten van het volk respecteren. Laat de huidige WPG wat er is, een richtlijn die bij hoge uitzondering en met strikte controle kan worden ingezet als het echt nodig is. Opdat wij geen wetswijziging aannemen die onze vrijheid onnodig strikt beperkt. Onze grondrechten, waaronder de lichamelijke integriteit inperkt en waarbij wij onszelf als parlement vrijwel geheel buitenspel zetten. Grondrechten, ook van onszelf als parlementariërs, omdat wij als persoon zelf immers ook onderhevig zullen zijn aan toekomstige vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit alles moeten wij niet willen. Het is ondemocratisch. Het mag niet gebeuren. Laten we geen historische vergissing begaan. Ik doe een beroep op het geweten van een ieder in deze zaal. Kies niet voor deze totalitaire wetswijziging die toewerkt naar een controle- en surveillancemaatschappij. Kies voor een vrije toekomst. Kies voor vrijheid. Dank u wel. De heer Van Hattem. Dank, voorzitter. Ja, voor vrijheid kiezen, daar ben ik het zeer mee eens. Ik zal dan ook tegen deze wet stemmen. En op dat punt heb ik ook een vraag aan de heer Dessing. Want hij gaf zojuist aan een hoofdelijke stemming aan te vragen. Wat ik van harte ondersteun. Hoef ik het zelf niet meer te doen. Maar daarbij wel de vraag of die hoofdelijke stemming dan ook plaats zou moeten vinden na de Kamerwisseling. Is hij daarmee eens? Omdat we die stap dan ook moeten zetten. We in ieder geval nu niet overhaast tot deze stemming over moeten gaan. En moeten wachten tot er een nieuwe Kamer zit die daar ook alles op zijn merites kan beoordelen, gegeven de nieuwe werkelijkheid die er na de verkiezingen is ontstaan. Heer Dessing. Ik heb ook net voor u het ordevoorstel van de PVV gestemd, inderdaad, om überhaupt de bespreking van deze wet uit te stellen. Want ik denk inderdaad dat er nu met stoom en kokend water, terwijl de evaluatie nog ontbreekt, dat we nu een wet gaan behandelen en erover gaan stemmen in de oude samenstelling. En ik denk dat de zorgvuldigheid, en ik heb het net al aan het einde van mijn speech gememoreerd, we hebben baraat hierover echt een enorm ingrijpende wetswijziging met een historische impact. En dat mogen we niet op een dusdanig korte termijn afraffelen. Dus een wat lange inleiding, maar inderdaad, we zouden hier op een veel later moment over moeten stemmen. De heer Verkerk. Voorzitter, toch weer even de vraag over de feitelijkheid. Ik hoor de heer Dessing een oproep doen dat we op moeten passen voor een dictatuur. Of hij zegt eigenlijk van nou, dat komt met deze wet. Terwijl als ik artikel 58d lees, dan mag in een noodsituatie mag de minister maatregelen nemen. En vervolgens moet de minister onverwijld een wet aanbieden, in dit geval aan de Tweede Kamer. Kunt u mij uitleggen waarom u denkt dat het parlement helemaal buitenspel wordt gezegd als artikel 58d zo in elkaar zit? De Dessing. Nou ja, dat lijkt me heel duidelijk, voorzitter. Ik denk dat de regering die zo'n onverwijlde wetsvoorstel in zou moeten dienen, die heeft een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus het feit dat er zo'n wet en dat wordt aangenomen, dat is natuurlijk evident dat het gaat gebeuren. En eigenlijk is het zo dat het hier gaat om dusdanig ingrijpende grondrechtbeperkingen, dat het eigenlijk zou gaan om een grondwetswijziging die zelfs een tweederde meerderheid zou kunnen verklaren. Dus die 50% plus 1, dat sluit een heel groot deel van de bevolking uit en ook van de democratische parlementariërs die compleet anders denken over dit wetsvoorstel als zoals ik dat juist ook namens mijn partij heb beschreven. Even kijken. Ja, voorzitter, ik vind het toch heel bijzonder dat de heer Dessing zegt dat als een parlement een besluit neemt met 50% plus 1 stem, dat plotseling een teken is van een dictatuur. Ik constateer dat ik dat heel bijzonder vind. Wat ik nog ook bijzonder vind, en daar wil ik u een vraag over stellen. In het wetsontwerp, ook in alle memories die de regering tot nu toe aan ons heeft toegezonden, is in alles gezegd dat de noodwetgeving beperkt was. En met name is het beperkt tot het feit van het moet effectief zijn voor zover we dat weten. Zo snel mogelijk moet het voorgehangen worden. Het mag, het kan niet beperkt zijn als een CTB die heel veel tijd vraagt, et cetera, et cetera. Het is op allerlei manieren is dat ingekaderd. En natuurlijk moet je soms grondrechten wegen. Kunt u mij vertellen waarom u toch denkt dat 2/3 noodzakelijk is bij sommige stemmingen, omdat als de minister binnen deze wet
stemt, er dan toch sprake is van een wetswijziging à la de grondwet. Heer Dessing. Ja, als het gaat om grondrechten en grondwetsbeperkingen, dan is die tweederde meerderheid natuurlijk evident. Want het gaat over iets waar je eigenlijk met elkaar consensus over moet hebben. En als daar al een verschil van mening over is, dan ontbreekt daar dus iets aan. Maar laat me dan zeggen dat dat mandaat wat we de minister geven, dat is, en dat is ook mijn waarschuwing, dat is verstrekkender dan het op het eerste gezicht lijkt. Want we geven echt een onbeperkte bevoegdheid af, waarin de minister dus maatregelen die nu nog niet van kracht zijn, die zelfs nu nog niet verzonnen zijn, dat die minister die kan A kan verzinnen en B kan implementeren. En dan moet je heel snel zijn als Tweede Kamer om daar binnen 8 dagen op te reageren, om er überhaupt nog iets van te vinden. Dus ik vind dat behoorlijk ver gaan. En dat is mijn mening en mijn pleidooi wat ik hier houd. Tot slot, meneer Verkerk. Ja, voorzitter. Als uw interpretatie juist zou zijn, dan vind ik het ook heel ver gaan. Ik moet helaas zeggen dat uw interpretatie onjuist is en strijdt met al onze opvattingen over de democratie, over de rechtsstaat en over de grondwet. Want het wegen van grondrechten, dat gebeurt haast bij elk wetsontwerp. En we hebben dat in elk debat gedaan in deze Tweede Kamer of in de Eerste Kamer over de regelen, over de maatregelen. En dat u dan zegt dat u denkt dat er toch sprake is van een grondwetswijziging met 2/3 meerderheid, ik begrijp dat niet, dat is volledig onjuist. En dat illustreert maar weer wat ik net zei, dat u postpolitiek bedrijft. U wilt niet hebben over de huidige situatie, u wilt het niet hebben over de huidige wetgeving. U geeft uw eigen interpretatie, die strijdt met alle interpretaties van wetgeving en de grondwet. En dit was een opmerking, voorzitter. Ik dank u. Ja, ik wil daar graag op reageren, want mij wordt iets aangevreven wat ik absoluut niet heb beweerd. Ik neem daar ook met kracht neem ik daar afstand van. Ik heb juist geprobeerd om heel inhoudelijk naar deze wet te kijken. En ik kijk daar zeer kritisch naar. Mijn fractie kijkt daar ook zeer kritisch naar. Er zijn de afgelopen jaren zijn grondrechten geschonden en er is niets tegen gedaan. En we gaan nu een wet instellen met maatregelen die dat gelijkstellen of misschien nog een keertje overtreffen. Dus vindt de heer Verkerk het dan vreemd dat ik me daar ernstige zorgen over maak en dat ik daar met de grootst mogelijke bewoording, dat ik daar in dit parlement in ieder geval de mening van de fractie van Forum voor Democratie tegenover wil stellen? Dank u wel.